De spelertjes die meewerkten aan deze dvd's mochten alleen meetrainen als hun schoolprestaties daar niet onder zouden lijden. Tijdens de periode waarin ze de oefeningen uitvoerden, bleken ze zich niet alleen op voetbalgebied sterk te ontwikkelen, ook hun schoolprestaties namen opvallend toe. Het bewijs dat de trainingen ook leiden tot karaktervorming en persoonlijkheidsontwikkeling. Op deze laatste dvd voorbeelden waarbij de traptechniek apart of samen met start- en sprintsnelheid doelgericht geoefend kan worden. Vanzelfsprekend oefenen ze in de praktijk in beide richtingen. Vooral ook als ze telkens bij het maken van de 1-2 combinatie de bal slechts één keer raken, is inzet en beleving optimaal. Ideaal is dat de traptechniek zoveel mogelijk samen met het individueel passeren en het controleren en domineren van de 1-tegen-1 situatie zowel met links als met rechts geperfectioneerd wordt. Natuurlijk wordt de afstand in de lengte geleidelijk aan vergroot en oefenen ze ook met links de wreeftrap. Hoe meer balgevoel, hoe sneller iemand zowel met links als met rechts een prima traptechniek verwerft. Door de afstand tussen de tweetallen te vergroten, oefenen ze spelenderwijs de lange bal. Op deze beelden, waar ze de bal slechts één keer raken, oefenen ze bij het maken van de 1-2 combinatie ook hun startsnelheid.
Hier gebeurt dit telkens 3 keer bij het maken van de 1-2 combinaties. Naast het perfectioneren van de traptechniek verbeteren ze ook het aan- en meenemen van de bal en de dribbelsnelheid. Ook hier verbeteren ze zowel met links als rechts de traptechniek, het aan- en meenemen van de bal en de dribbelsnelheid. Ook 8- en 9-jarigen kunnen het oefenen voor het individueel passeren en controleren en domineren van de 1 tegen 1 situatie soms afwisselen met 1 of 2 oefeningen waarbij de traptechniek, het aan- en meenemen van de bal en de dribbelsnelheid zowel met links en rechts apart wordt geoefend. Natuurlijk wordt ook hier in beide richtingen geoefend, waarbij de afstand tussen de spelers nog enkele meters vergroot kan worden. Ook op deze beelden oefenen ze samen met het aan- en meenemen van de bal, spelenderwijs met links de traptechniek. Vooral bij het controleren en domineren van de 1 tegen 1 situatie heeft de trainer-coach tientallen mogelijkheden de traptechniek zowel met links als met rechts spelenderwijs steeds verder te ontwikkelen. Naast de traptechniek verbeteren ze bij de 1-2 combinaties ook hun startsnelheid. Zoals bij alle oefeningen voor het individueel passeren en het controleren en domineren van de 1 tegen 1 situatie, is ook in deze les het balbezit optimaal en hoeft niemand lang op de volgende bal te wachten.
Door de afstand tussen de drietallen in de lengte te vergroten, oefenen ze ook spelenderwijs de lange bal. Ideaal is de traptechniek zoveel mogelijk met het individueel passeren en het controleren en domineren van de 1 tegen 1 situatie te oefenen. Daarbij verwerft iedereen geleidelijk aan, zowel met links als rechts, een prima traptechniek. Ook hier demonstreren alle spelers dat ze samen met het aan- en meenemen van de bal en de dribbelsnelheid al een prima traptechniek hebben verworven. De praktijk bewijst dat bijna niemand, zowel met links als rechts, over een prima traptechniek beschikt. Bij de meesten is dit zelfs niet eens met het beste been het geval. Als 11- en 12-jarigen de traptechniek samen met de spinsnelheid bij overlappingen oefenen, is de intensiteit met zestallen vrij hoog. Dan moet de afstand tussen de spelers zo klein mogelijk zijn en het oefenen regelmatig afgewisseld worden met minder intensieve traptechniek oefening. Op deze beelden, waar ze steeds in beide richtingen bij de overlappingen de sprintsnelheid oefenen, moet de afstand tussen de spelers zo klein mogelijk zijn. Ook hier moet de start- en sprintafstand in de lengte zo klein mogelijk zijn, anders is de intensiteit, als ze met zestallen oefenen, te hoog. Vooral bij alle oefeningen waarbij ze de bal slechts één keer raken, is de intensiteit en beleving steeds optimaal. Samen met het aan- en meenemen van de bal oefenen ze hier ook de boogbal.
Hier verbeteren ze, vooral als de afstand tussen de spelers vergroot wordt, naast de traptechniek, het aan- en meenemen van de bal, ook start- en sprintsnelheid. Bij alle oefeningen waarbij ze de bal slechts één keer raken, is ook als in deze richting geoefend wordt, de inzet en beleving optimaal. Ook hier verbeteren ze samen met de traptechniek start- en sprintsnelheid. Omdat vooral bij het individueel passeren en in de 1 tegen 1 situatie steeds in beide richtingen is geoefend, heeft iedereen spelenderwijs, zowel met links als met rechts, een prima traptechniek verworven. Als de jeugd met 6-tallen hier de trap- en sprintsnelheid oefent, moet de afstand tussen de spelers zo klein mogelijk gehouden worden. Oudere spelers kunnen samen met het perfectioneren van de traptechniek ook hun snelheidsuithoudingsvermogen prima ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk ook voor deze oefeningen. Ook hier moet de afstand, zowel in de lengte als breedte, zo klein mogelijk zijn. Anders is voor de jeugdige spelers de intensiteit te hoog. Vooral ook omdat ze de bal steeds één keer raken.